één ding mijn handelsmerk is, dan zijn het wel lange, knusse jassen, zoals deze. Telkens dat de temperatuur onder de 18 graden valt, dan verheug ik mij omdat ik mij echt aan kan inpakken. Geeft ook mij een beetje een gevoel van geborgenheid. Dit stuk is mijn allereerste designstuk dat ik 6 jaar geleden heb gekocht. Ik had er goed voor gespaard, 900 euro, tweedehands op de kop kunnen tikken. En deze jas is van een Japans merk, Undercover, van de ontwerper Jonio Takahashi. En ik zag die stukken en ik dacht, deze is het. Ik heb heel lang suits gedragen. Bij mijn eerste job als digital creative werkte ik tussen kunstenaars en designers, maar ik voelde dat die suits een soort afstand creëerden. En toen ik deze jas droeg, merkte ik wel dat mensen op mij afstapten en dat het eigenlijk een soort gespreksopener werd. Omdat dat een jas was waar een schilderij op stond van Michaël Borremans, een van mijn favoriete Vlaamse schilders. Match made in heaven. Michaël Borremans inspireert mij omdat er aan zijn schilderij altijd een kantje aan. Er is altijd zo'n duister kantje. Dat is zeker het geval bij dit schilderij. Dat heet Black Mold. Dat is echt iets zeer luguber, een beetje True Detective vibes. Als je deze kap opdoet en dicht doet, dat de vorm aanneemt van het schilderij. Dat is voor mij magie, het toppunt van mode. Ik draag enkel zwart, omdat dat mij mentaal rust geeft. Kleuren kiezen en combineren, dat geeft mij stress. Dus ik sta elke morgen op en draag hetzelfde uniform. Zwarte broek, hoge boots, coltrui en een van mijn undercover jassen. De kleren die ik koop is een investering. Ik denk dat 90% van mijn collectie bestaat uit stukken van undercover. Ik doe niet mee aan seizoenen of wat in of uit is. Ik draag de kleren die ik heb voor de rest van mijn leven.